denk dat heel veel mensen zullen zijn en zullen ontdekken dat het heel prettig is om iets voor een ander te doen. Het is voor die ander prettig, maar het is ook voor jezelf prettig. Omdat je daarmee een stukje waarde voor jezelf creëert, want je wordt belangrijk voor die ander. Het is begonnen omdat mijn moeder de eerste testrit meemaakte en ik heel enthousiast vertelde in mijn onschuld hoe mooi mijn moeder dat beleefd had. En toen werd er gevraagd, nou dan ben jij onze nieuwe voorzitter en zo is het gekomen. En dat doe ik dus al met heel veel plezier, met inmiddels dus al heel veel vrijwilligers. Ze doen al ruim 3 jaar mee met de duofietsactiviteiten, bevalt me uitstekend. Ik kom op plekken waar ik als slechtziende bijna niet of helemaal niet alleen kom. Bijvoorbeeld bij die watermolen in Brandenvoort. Dat zijn plekken waar ik alleen zomaar niet naartoe kan. En dit geeft me de mooie gelegenheid, deze activiteit, om daar wel te komen. Plus, het is voor de sociale contacten. Wij zorgen dus met het fietsen dat er een stukje welbevinden van de mensen wordt gecreëerd. Dus naast het bewegen en dergelijke is het sociale is heel erg belangrijk. Maar daarnaast dragen we ook bij aan een stukje sociale impact door niet de eenzaamheid van iemand op te lossen, want dat moet je van binnen zelf doen, maar het alleen zijn kunnen we wel oplossen. We nemen dus mensen mee in groep, daarom is het ook belangrijk dat we in groep fietsen. Iedere rit heeft je charme, zou ik bijna zeggen. Ja, het is gewoon iedere keer gezellig, ongeacht waar we naartoe gaan. Ik wil altijd wel weten wat er te zien is, of in een landelijk of stedelijk of gebied rijden, of in een dorp of in een buitenwijk van Helmond. Ik vind het altijd heel fijn om in natuurgebieden te fietsen, in rustige gebieden. Met kerst kwam mijn penningmeester, die kwam een envelopje overhandigen en dat was door een mevrouw gegeven. En die mevrouw die had op woensdag nog meegefietst en ze had een hele gezellige middag gehad. En wij wisten het niet, maar ze heeft op zaterdag besloten om euthanasie te plegen. En ze had voor ons een envelopje apart gezet met handgeschreven erop hoe fijn ze al de fietstochten heeft gevonden, hoe mooi dat in haar laatste stukje dagen is geweest. En ze had daar een briefje van €50 in gedaan. Dat is goud waard, dat vertelt je, ja, dat je echt wat bijbrengt.